Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het tijd voor een nieuwe toffe video. Vandaag gaan wij de 3 nieuwe Formule 1 tracks uittrekken. Namelijk Portimao, Imola en Mugello. En dat gaan we doen op Project Cars 3. En ik wil nogmaals Bandai en Namco heel erg bedanken voor het sponsoren van deze video. De winnaar van de giveaway wordt na deze video bekendgemaakt. Dus hou zeker je Instagram en Twitter in de gaten. En laat vooral nog voor de laatste keer voor de bonus jouw favoriete auto achter in de reacties. Laten we kijken nemen naar de circuits. We hebben hier Portimao, waar ze natuurlijk gaan racen met Formule 1 ook. Hier hebben we Imola in Italië. Daar gaan we ook racen dit jaar met Formule 1. En dan hebben we hier Mugello, het circuit voor dit raceweekend. Dus laten we zo snel mogelijk hiermee gaan beginnen. En de andere twee tracks ook zo snel mogelijk uitchecken, want dit gaat gewoon wel cool worden. Ik ga dus proberen met de Formule B. De Formule X is echt gewoon overkill. Dus laten we dus hiermee proberen een soort van Formule 1 auto. En dan zijn we bij Mugello aangekomen. Laten we eens even kijken wat we kunnen doen vanaf bijna de laatste positie op de grid. Dat is best wel lastig, maar laten we gewoon de hoop hoog houden. En kijken wat er mogelijk is. We gaan hier al langs een hoop auto's in bocht 1. We konden er gewoon langs alsof het niets was. Er zit wel iemand hier aan de zijkant van mij. Daar moesten we een beetje voor oppassen. Maar we zitten hier alweer aan de goede kant. Dus we zijn hier lekker aan het racen met z'n allen. En dit is Mugello, jongens. We doen één rondje in de cockpit mode. Daarna gaan we switchen van view. Oh, en hier komt er weer iemand binnendoor. We gaan een beetje wijd. Hij zit naast ons. En hier ga je echt ontzettend snel weer naar beneden op het circuit. We hebben hier een lange rechter doordraaier die we een stuk sneller kunnen pakken. Deze ook gewoon eentje terug even en gas erop. Maar we worden gewoon ingehaald hier door die gele auto. Even zorgen dat we niet een crash veroorzaken. Maar oh, er is geen schade. Dus die frontwing zit er gelukkig nog aan en daar hebben we geen last van. En je kunt het zelf zo moeilijk of makkelijk maken als je wil. Je kan met alles eens aanrijden. Dat is natuurlijk een stuk minder realistisch, maar alsnog gewoon heel leuk. En je kan met alle assists uitrijden. En dat is natuurlijk wel een stuk realistischer. En ik heb een beetje de balans daartussen gevonden. Ik hoef niet per se super realistisch te rijden als ik maar plezier heb. En daar brak even de auto uit. We konden hem nog net op tijd opvangen. Maar we hadden wel een klein incidentje daar. Ik ga hier ook weer te hard door die bocht. Waardoor we enorm veel onderstuur hebben en naar buiten glijden. Die auto werd een beetje naar de buitenkant gepusht. Maar wij gaan hier binnen door. Kijken of we hem kunnen inhalen. Nee. En nu gaan we hier achter de groep weer aan. Eens even kijken hoe we dit gedeelte. Oeh, dit ging maar net goed. Maar we moeten hier een stuk sneller doorheen. We gaan nu gewoon vol gas. Volgens mij hoef je hier helemaal niet te remmen. Waarom staat daar een brake marker? We moeten het circuit nog een beetje ontdekken. Want iedereen komt in deze sector aan onze oren voorbij gevlogen. P8 zijn we nu. Kan beter. Maar het is nu niet voorbij. We hebben dadelijk nog een rondje. We gaan nu even langs die oranje auto proberen te komen. Zij aan zij. Hij gaat hier rechtdoor over de chicane. Daar konden wij iets meer inderdaad de corner afsnijden. Want hij ging hier gewoon echt veel sneller ook doorheen. Maar zo leer je allemaal weer dingetjes en verbeterpunten. En hier in deze bocht gaan wij veel sneller. En dan gaan we hier over start-finish achter de groep aan. Op naar de final lap. Kijk, hier gaan we enorm snel. En dan kunnen we hier een beetje diven. En dan komen we nog wat langs mensen hier, of niet? Hij zit hier aan de buitenkant. Moet wel een beetje op tijd remmen natuurlijk. En kunnen we nog het podium halen? We gaan pushen. We ruiken het podium. We zien het podium. En we willen het podium. Dus daar gaan we nu even naartoe werken. Dat zou zo mooi nog zijn, hè? Even die laatste ronde gewoon. Knallen, knallen, knallen. En dan gaan we de laatste bocht dadelijk in. Oh yes. We hebben P3, we hebben P3. We gaan hier voor P2. Op naar P1. Maar die gaan we denk ik niet meer halen. We hebben misschien slipstream. Een race naar de finish. Een race naar de finish. Maar we hebben het net niet. Net niet. Wauw. Nou, ik wil niet veel zeggen. Maar jongens, dat was me toch een partijtje. Een mooie race. Ho, ho.
Alright, en daar staan we klaar voor Imola, dames en heren. Laten we snel beginnen. En we zijn van start. En we hebben een prima start. Niks verkeerd mee. Dan gaan we op naar bocht 1. Kijken of we al wat plekjes hier binnendoor kunnen pakken. En niks raken natuurlijk. Hier door een soort chicaantje. Dan gaan we even rustig doorheen. Oh, sorry meneer gele auto. Dat was niet de bedoeling. We gaan hier op naar de volgende paar bochten. Dat is ook een soort chicaantje weer. Oh, sorry voor de kleine tikjes jongens. Maar dat moet allemaal wel kunnen, hè. Hier hebben we een hele scherpe bocht, een soort hairpin. Gaan we eens even kijken waar we dan weer terechtkomen en waar we allemaal uitkomen. Een beetje hoogteverschillen zie je goed op deze game. En dan gaan we hier to the left, to the left. Op naar het bos. Oeh, hier moet je echt voorzichtig zijn dat je niet te veel van de grond afkomt. En nu gaan we hier weer omhoog. Kijk eens aan jongens, wat een circuit. Hoogteverschillen, alles zit erin. Hier hebben we weer een soort chicaan. Gaan we hier overheen, daar overheen. Ietsje te langzaam. En ook iets te agressief over de curbs. We gaan nu pas naar sector 2. En dan weer een bocht naar links. Dit doet me een beetje denken aan Japan. Zo twee linkerhanders. Left-handers. Of was dat? Ah, dat was het einde van sector 2. Hier komen we over start-finish. Kijk eens aan. En dan gaan we het even nog een keer doen. En nu even gewoon met een lege baan voor ons. Zodat we precies ons eigen tempo kunnen rijden. Ik weet alleen niet precies in welke versnelling we door welke bocht moeten. Dus dat wordt een beetje gokken. Als we een keertje uitschieten, kan dat gebeuren. Maar dit gaat so far so good. Hier kunnen we een stuk sneller heen zoals je kon zien. En we gaan het grind in waardoor we nog moeten gaan inhalen ook. Oh, 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 oh. Wat zijn we toch allemaal aan het doen? We zijn fouten aan het maken, jongens. Veel te veel fouten. Nu moeten we nog gaan vechten om P1. Ik ga hier gewoon binnendoor. En hij komt er gewoon langs. Oké, ze hebben de turboknop gevonden voor in de laatste ronde. Even kijken wat we hier kunnen doen. Hier gaan wij een stuk sneller doorheen. Wel weer iets te snel, waardoor we eraan sliden. Kom, we moeten hem nog kunnen inhalen toch. En dan is het nu een race naar de finish. Hij heeft een betere exit. En het lijkt erop dat we vrij weinig kunnen doen. Oh, zo jammer dit. We lagen de hele tijd eerste, maken fouten in de laatste ronde. En dan hebben we weer een P2. Nou, en dan zijn we bij de laatste race aangekomen jongens. Portimao. Dus laten we eens even kijken hoe dat gaat en wat voor een circuit dit is. Nou, we hebben in ieder geval een goede start. Betere start dan de mensen hiervoor. En we kunnen al meteen wat plekken inhalen. En nu is het tijd om uit te gaan lopen en geen fouten te maken. Een soort hairpin hebben we hier. Gaan we hier naar boven toe. Even oppassen dat je genoeg grip houdt dat die auto aan de grond blijft. Ondanks de hoogteverschillen moet je natuurlijk wel grip blijven houden. En dan gaan we hier door naar het volgende deel van het circuit. Hier gaan we weer omhoog. Is het circuit op een berg gebouwd of hoe kan dit allemaal? Hoho, hier weer omlaag. Dit is volgens mij wel een leuk circuit. Hier word je echt zo in die bocht geduwd denk ik als je hier in het echt rijdt. Oh, en deze is heel scherp. Oh, dat gaat niet goed. Dit is niet de bedoeling. Zo neem je niet die bocht. Dus daar moeten we daar even wat eerder remmen. Gaan we hier weer omhoog. Dat kan denk ik flat out. Goed terug. Oeh, we sliden een beetje. En dan hier naar rechts toe. Ik ben nog een beetje aan het zoeken waar we heen moeten. Maar nu kunnen we weer flat out door deze bocht. Oeh, flat out over dat heuveltje. Dat is wel gevaarlijk hoor. Als die daar van de grond afkomt, dan ben je echt screwed. Dan heb je echt een groot probleem. Oh, hier gaan we wat te wijd. Er zit iemand heel dicht achter ons hier. En nu hier samen naar beneden. Ik heb de binnenbocht.
En die plek hebben wij weten te houden. Maar nu gaan we wel heel langzaam door die bocht. En dan kan die ons gewoon even inhalen. Verdorie. Oké, dit is goed. En dan gaan we hier buiten om. Het bergje omhoog. En langs. Wat een actie. Hele mooie actie. Even naar beneden. Flat out. Flat out. En door. Deze bochten kom je zo snel aan. En dan moet je opeens weer zo langzaam gaan. Dus daar hebben we even twee keer een momentje gehad. Hier kunnen we weer flat out doorheen. Oeh, moet je oppassen met die curbs natuurlijk. En dan kan ik buitenom. Nee, we sliden. We zijn te hebberig. We willen te graag. En dan ga je te hard rijden, te laat remmen. En dan slide je eigenlijk alleen maar over het hele circuit. Het heeft tot nu toe gewerkt, want we liggen nog eerste. Maar hier moet je ook echt oppassen dat je niet te wijd gaat en helemaal onderstuurt naar buiten toe. Deze bocht gaat elke keer best wel moeizaam. En dat is ook te zien nu, want die blauwe auto gaat voor ons. Maar we zitten hier aan de binnenbocht. Oh, we hebben de beste tijd, maar hij zit voor ons. We zitten tegen elkaar aan. Kom op, rijd door. We hebben hier geen tijd voor. En nu verliezen we nog een positie. En nog één. Oké, we gaan hier gewoon samen doorheen. Alles of niets. Gewoon pedal to the metal. En dit is weer de bocht des doom. Ik ga hem gewoon driften nemen. I don't care. Hier weer flat out. Oh, we moesten even remmen. En we zitten er nog naast. Jezus, wat een battle. Wat een battle. We zitten aan de binnenkant. Dat is top. Oké. Als ik weer tweede word, dan ben ik tevreden. Dan zijn we gewoon drie keer tweede geworden. Oh, we gaan een beetje over de curb. De auto kwam een beetje los van de grond. Maar we gaan gewoon weer tweede worden, jongens. Nou, drie keer tweede. Ja, we kunnen het niet beter. Zo, en dit waren Portimao, Muguelo en Imola. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Laat vooral jouw favoriete track en auto achter in de reacties. Smash op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent. En doe het belletje aan, zodat je geen enkele video mist. En dan zie ik jullie heel graag de volgende video, jongens. Later!